Ajax op 6 maart afgesloten met een slotstand van 531,29. Dat zien we terug op de linkerkaart, de dagkaart. En rechts week 10 de boeken in met natuurlijk diezelfde slotstand. Hoe is op dit moment de technische stand van zaken? Laat ik links beginnen met de dagkaart. En dan zien we dat de eerder ingezette rebound vanaf 5.30 met een keurige opleving tot zelfs ruim 5.60 aan toe in één klap weer ongedaan werd gemaakt met de berentik die we vandaag hebben gezien. Opnieuw een flinke zwarte candle, zelfs als MRI candle, als oranje gekleurde candle. En dat betekent dat de overspannenheid op het daily speelveld weer is teruggekeerd. Met natuurlijk, en dat ziet u heel duidelijk, die 5.30 passage als uitermate cruciale steunstreep. We zijn er iets onder geweest, we hebben een laag gezien van 5,28 ruim, maar de body als zodanig ligt daar weer boven. Betekent het dat de 5,30 als steun geaccepteerd blijft? Dat is natuurlijk de hamvraag. Komende week moet dat bevestigd worden met een witte candle wit op 5,30. Dan mogen we vervoegelijk aannemen dat nu een dubbele bodem is geplaatst. De RSI stuurt daar nog steeds een beetje op aan, blijft na de eerdere OS upcross netjes boven die groene lijn bewegen. Dus het zou zomaar kunnen dat dit inderdaad de laatste stuiptrekking is geweest. De laatste tartende beweging van de beer. Om dan vervolgens komende week de stierende gelegenheid te geven om op te veren naar 5,60 en vervolgens 5,68 en 5,92. De Fibo grid om daarmee de afstand met de gemiddelde lijn te verkleinen. Want die is en blijft veel te groot, getuige de oranje kleur van de candle. Onder 5,30 daarentegen, dan moeten we rekening houden met opnieuw een vervolg van de downtrend en natuurlijk een verdere overspannenheid onder in het veld, maar dat gaan we dan wel later zien. Voor nu is de vraag, gaan de bulls bodemen op 5,30? Die vraag kunnen we ook stellen op de weegrafiek ter rechterzijde. Daar zien we de heftige strijd met natuurlijk die groene streep op diezelfde 5,28 passage. Met de RSI ver en diep op oversold terrein. Dus die stuurt aan met een heel klein upknikje. Stuurt die aan op bodemvorming. Het begin van de week zag er hoopvol uit. Wit gekleurde candle. Maar gedurende de week kwamen de beren toch weer terug. En zetten opnieuw druk op diezelfde 5,30-5,28 zone. Swingteller op min 2, dus wat dat betreft is er wel sprake van een down status op het dashboard en mogen we de huidige beweging samen met die van vorige week betitelen als felle breakout beweging, namelijk de eerste stap onder de gepasseerde SMA-lijn en dat is veelal de eerste stap in mogelijk een dalende trendfase. Om daar meer bevestiging van te krijgen, moet er nu eerst een pullback plaatsvinden. Die pullback dat kan dankzij of als gevolg van de hoge turbulentie een opleving veroorzaken tot 5,68, 5,70. En als we daar dan gaan toppen, dan wordt de trendbreuk gevalideerd. En dan moeten we zeer ernstig gaan oppassen dat we een proces van lagere toppen en lagere bodems gaan zien. En dan zal 5,28 niet meer als steun blijven liggen, maar dan zoeven we linea recta onder de 500 en veel lager. Dus op beide timeframes, daily en weekly, is en blijft het super spannend. 5,28, 5,30, dat is de zone die voor de bulls in ieder geval van cruciaal belang is om een rebound te kunnen starten. Terug naar niveaus rond 5,68 tot 5,70, dan wordt het weer, zoals gezegd, super spannend. Maar dat zien we wel hoe dat zich later gaat ontwikkelen. Voor de komende week is het van belang om witte candles te gaan zien, wit op 5,28 tot 5,30, om de verwachte en de aannemelijke rebound te gaan zien. Zo niet, mocht dat uitblijven, dan zal het beeld aanzienlijk en super slecht verslechteren. En nogmaals, dan zal 500 als zo zacht als boter worden weggeslagen. We gaan eens kijken wat de spelers voor ons komende week in petto hebben. Ik wens u een plezierig weekend.